Ja, dit wordt onze allerbeste zomer ooit, Junior. De allerbeste zomerknoester. Zo, laten we meteen maar beginnen met die zwemlessen van jou, Junior. Maar hoe kom ik dan nu vooruit? Hoe bedoel je? We liggen hier gewoon heel stilletjes en wachten tot de wind ons blaast waar we wezen moeten. Wat ben je aan het doen? Knoester leert me zwemmen. Maar dat is toch geen zwemmen? Ik heb een educatief verantwoorde lesmethode. Ik weet al het leukste op dit eiland. Wow. Blijkbaar met mij in de buurt, Junior. Hallo. Ik probeer het lied van de zeeslang te horen. Zeeslangen zijn verlegen. Die zijn bang voor ons mensen. Dat lijkt me zeeslangenslijm. Die man is echt volkomen koekoek. En? Oh nee. Noodlandingen maken. Wat doe je dan? Wacht. Oh nee. Als je dit doet, worden de mieren zo woedend dat ze plassen op de stok. Het plan was alleen jij en ik, zonder Eddie. We zouden samen de beste zomer ooit hebben. Je kunt best meerdere beste vrienden hebben. Maar hoe weet je dan nog wie de allerbeste is? Maar ik zie toch dat je liever met haar bent dan met mij. Als je de hele tijd alleen maar blijft luisteren naar die stomme tak, wil ik niet meer met je spelen. Dan spelen we toch gewoon met z'n drieën? Dan is het ook drie keer zo leuk. Tijd voor een feestje. Het is feest. Ik heb een machine gebouwd die kan zingen als een zeeslang. En daarmee lokken we het beest aan land. Knoester en het zeemonster. Nou, ik hoor niks hoor.